Hallo mensen, tof jullie kijken naar deze nieuwe LP plus CD unboxing. Mijn naam is Tim en ik heb er heel veel zin in. Vandaag ga ik gewoon wat vertellen over de aankomende tijd qua LP's en CD's. Zo, kom er niet uit jongen. wat ik wil vertellen is dat de aankomende LP plus CD unboxings gaan over Elvis, Elvis en nog eens Elvis. Jullie hebben gezien dat ik met Martin, abonneer op Martin, een video had met deze LP. Die ga ik dus niet meer laten zien, dat is gebeurd. Dus ik ga het nu doen met deze, vandaag met deze. Ik laat even snel al die LP's zien. Deze is een hele speciale CD plus DVD. Heel bijzonder, speciale hoes. Ga ik allemaal laten zien. Deze, heel veel nummers staan erop, gewoon een soort van... verzamelplaat. En wat het bizar is, ik ken geen één nummer. Dus sorry. Dan deze. Ja, weer een collection, zoals er ook staat. Ook weer een Golden Records. Deze vind ik heel erg tof. Deze, ook die foto voorop vind ik heel erg mooi. En deze. Ja, dit is wel de meest gedraaide plaat, denk ik, van Elvis. In Nederland. Kijk, dit is ook Nederlands. Staat er ook bij. Nederlands. Kan je dat zien? Ja. Van de reclame op tv. In ieder geval. Vandaag ga ik het doen met deze. Dus dit is dus de enige niet LP, zeg maar. Dus ik ga het nu helemaal laten zien. Ik zet er geen muziek onder. Want dat gaat helaas niet. Dus ik zeg gewoon niks, ik laat het gewoon helemaal zien. Oké, veel kijkplezier. Nou ja, ik ga toch wel praten. Ik bedenk me even. Er staat dus Elvis op de foto, Elvis. Onderaan staat 5 DVD plus 1 CD box. Hartstikke mooi. Dan halen we even deze uit de hoes. Weer dezelfde foto, hetzelfde wat erop staat. Achterkant, weer Elvis en alles wat erover gaat. Mooi hoesje. Dan, dit is eigenlijk waar het om gaat. Dit kun je dus zeg maar openklappen. Er zit best wel veel in. Hier zie je zeg maar... alles staan. DVD's. 5 DVD's. En 1 CD. Ik zal er even een paar uithalen. Dit is even voor de duidelijkheid. Dit is de CD. Moest ik even goed zoeken. Dit is de CD. En voor de rest. Het is gewoon precies dezelfde hoes. Zeg maar. Dit zijn dus alle DVD's en het gaat over het leven van Elvis tot zijn geboorte in 1935 en tot zijn mysterieuze dood in 1977. Over de CD, hier staan alle nummers die erop staan, dat zijn er 30. Heel erg veel. Elvis heeft sowieso verschrikkelijk veel gemaakt. Misschien wel iets te veel. Ook al was het geweldige muziek. Dan doen we dit. En dan is het weer helemaal compleet. Mensen, dit was de LP plus CD unboxing. De aankomende tijd in een van de volgende video's. Waarschijnlijk gewoon de volgende die je dit kanaal vindt. Gaat het niet over LP plus CD unboxing, maar over mijn programma. Zeg maar op mijn YouTube kanaal. Dat is best ingewikkeld. Want ik heb nu, hoe lang ik mijn YouTube kanaal tot nu toe al heb. Heb ik nog geen soort van vaste tijden gehad. Waarop ik video's uploade of vaste dagen. En dat ga ik nu wel doen. Ik denk dat het gewoon wat handiger is. Dus dat ga ik gewoon doen. Dat ga ik zeg maar even uitvinden hoe ik dat het beste kan doen. Dus dat is top.
In ieder geval, dan weet je dat er ook aankomt. Dus, nou ja, dan weet je dat ook. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal daar beneden. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe muziekvideo of vlog.